walking out on us. Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Oh, luck was not enough. I opened my eyes. We staan hier dus bij First Look. Ik werd eigenlijk helemaal... Vind je het leuk, First Look? Ja, dat was best wel gezellig. We moeten ook heel zacht praten van je, wat te schreeuwen hebt. Ik heb echt serieus geen flauw idee wat je aan het doen. En we spelen dus het Advanced Warfare. Hierachter zie je is de Blood die Advanced Warfare spelen. En nou, hoe vind jij het hier? Ja, ik moet wel zeggen dat het hier ontzettend gaaf is, want ja, Advanced Warfare. Ja, het glitches en zo. En we gaan zo Free For All spelen. Hierachter daar al is dus... laat dan zien dat de First Look spelen, Jef. Ik sluit me er helemaal bij aan. Hij reageert niet, hè, Jef. Oh ja, hij begrijpt het nu toch? Ja hoor. En nu gaan we normaal praten. Yes, we zijn hier First Look. Giel en ik. Ik heb echt serieus geen flauw. Maar dat maakt niet uit. We gaan straks daar spelen. Free for all. Met het Glitcher Visie. Die echt helemaal niet kan gamen. Met wie nou? Erik, die gaat meedoen. Hè? Die gaat Mystic Kicker. Ja. Mystic Kicker. Die Vlaamse patatdraaier. Hoe heet die? Twizzlemutism Björn. En Remco Power. En ik. Ja, en ik. En... Oh nee, hè. JD. JD. Dat klinkt echt als ik zeg maar homo zou zijn. Dan zou ik mijn naam vragen. Ik ben JD. Hoi, ik ben JD. Zou je zeggen, mijn partner die heet Mark? Mark, ja. Mark en JD. Dat is een heel goed koppel. Wie nog meer? Oh nee. Timo. Ja, ik heb hem voor het eerst gezien vandaag. Ja? Lelijk. Serieus, eigenlijk wilde ik wegrennen. Fucking lelijke gast. Wie nog meer? Mitch, ga je ook spelen straks, Mitch? Hé, maar niet schreeuwen. Mitch, ga jij spelen straks? Ja. Nou, een faal haas. De beste sub die er is. Joepie de poepie is er ook! Maar ik wil Samantha's hier wil ik zien spelen. Wacht even. We hebben ook, er zijn ook op deze beurs hele geile wijven zoals je ziet. Dit is Samantha. Dat is mijn tweede meid. De bootbake van YouTube. De bootchick van YouTube. Echt een lekker geil ding. Gewoon. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja. Ga je ook zo? Ja, met jou ook gewoon. Prima. Ga je zo meedoen? Ja, ik ga ook wel gaan we nou zo'n game, gaan we heel dicht bij elkaar? Of maken we nou Jeff jaloers? Ik denk wel een beetje. Okay. Dit was dan eigenlijk een geile scène. We gaan zo zeggen het ook zo meedoen. En Gio ook. Ja, sowieso. Ik heb er zin in. Ik vind het jammer dat het van Warfare niet is. Maar ja, we gaan gewoon de kut game van Go spelen. Samantha, zeg jij even dat Jeff kan niks en Paul wint. Jeff doet alles goed en Paul kan niks. Now here we stand. I open my
Wat ga je zeggen? Ga zeggen dat we VIP mogen zijn en zo, ja? Ah, is goed, Jim! Ga achter staan, er moet achter staan. Dan moet er eentje blijven staan voor de stoere te bewaren. Nou ja, zie je wel. Slap. Het lampje brandt, ja. Hallo. Welkom bij de Josti Club. Opper Josti naast me heet. Jij bent. Hallo, ik ben Jeff. En de Jeff is geil. Ja. Nee, wij hebben heel iets leuks van Activision net medegedeeld gekregen, een uur geleden. Wij mogen VIP spelen zo, hè? Ja, vet toch? Voor een half uur gaat die tent dicht, speciaal, de helft van de tent, speciaal voor deze Josties en homo's achter me. En dan mogen we kort spelen, yeah! Ja, beter. Nee, maar het is wel leuk als ze dan gewoon ons de gelegenheid geven om dan lekker te spelen. VIP? Ja, ook wat betekent nog. VIP? Weet niet. Wie weet wat VIP betekent? Ja, hè, jezus. JD, heel serieus. De fucking FIP, fucking important person zijn we, ja? Oh ja. En Fish mag zelfs naar binnen, dat ik niet verwacht. Met zijn strafblad is dat dan heel iets dat hij toch naar binnen mag? Ja, jij zegt het, ik weet het niet. Jij hebt die mensen gesproken, ik ben druk bezig geweest. Ja. Ik heb Miranda het geregeld voor me. Yes, Miranda is een beetje de baas bij Activision, een beetje wel hoor. Belangrijke functie. Maar even laat zien, hebben we er zin in? Nou, we zijn hartstikke enthousiast. We gaan nu naar binnen, yeah! Started it all.
Oké, de cameraman die zegt dat hij aanstaat. Nou, ik zal jullie even vertellen wat hier zo net gebeurde. Paul die zat hier dus op die stoel. Eerste keer ook dat ik voor de camera sta. Meestal sta ik altijd op die plek van waar Jeff nu staat. Dat was hem. Jeff heet hij. Dit wordt heel awkward allemaal. Dit wordt echt heel awkward knippen allemaal, maar het maakt niet uit. Ik zal even uitleggen wat er gebeurde. Paul die zat hier te gamen. Die speelde, ik weet niet wat voor game het is, Call of Duty of zo. En ja, hij staat daar nu weer. Hij zegt, ja, er zit hier wat met die controller, dat klopt helemaal niet. Ik kan niet rennen, bla bla bla. Dit werkte niet. Nou, ik weet het niet precies of dat zo is. Maar ik vind het eerlijk gezegd gewoon een beetje smoesje. Paul is gewoon een beetje. Hij is wel een beetje homo met dat strakke shirtje van hem. Film hem maar even. Met een strakke shirtje aan. Ik vind het wel een beetje gay. Hij ziet er wel een beetje gay uit. En dan gaat hij gewoon uit de game, liefde gewoon. Hij laat gewoon zijn medespelers laat hij gewoon achter. Dan kunnen ze toch nooit meer winnen. Nou, dit is mijn. Dit was mijn spreekbeurt over Paul, de King, 77NL. En nog een hele fijne dag, jongens.